Als het aan Rianne van S ligt, komt er een Goede Doelenweek. En naast Rianne, twee leden van natuurwerkgroep Boksel. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel Rianne van S, Mario van der Mark en Jan Albert Hellings. Klopt helemaal, ja. Goed. Ja. Nou, ja. Gelukkig, hè. Dat hebben we gehad. Dan begin ik bij jou, Rianne. Ja. Er belt bij mij iemand aan met een collectebus. Die komt collecteren voor een goed doel. Ja. En dat is om de paar weken. Als het aan jou ligt, is dat verleden tijd. Of ja. Tenminste, de manier waarop... De manier waarop... Zouden we best eens kunnen kijken of dat op een andere manier kan, ja. Ja. Ik collecteer zelf ook regelmatig voor verschillende goede doelen. En je merkt dat het gewoon heel moeilijk is om vrijwilligers te vinden die één keer, twee keer, misschien nog wel vaker per jaar willen collecteren voor een goed doel. En daarnaast merk je ook dat er best veel mensen ook wel eens een beetje collectemoe worden. Zeg maar, hè, dat er weer iemand aan de deur staat voor een collecte. Nou is het bij heel veel dorpen bij ons in de omgeving is al een Goede Doelenweek. Ik heb contact gezocht met Sint Oederode. Vanuit de gemeente is er contact geweest met Schijndel. Zij hebben wat uitleg gegeven via de mail, hè, hoe zij het aangepakt hebben. En zij willen ons ook heel graag informeren en begeleiden om te kijken of wij in Boksel dat ook voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ja. Je bent het collecte moe. Ja, ja. Nou, ja, ik kan me best voorstellen. Kijk, als je 15 collectanten per jaar aan de deur krijgt en daarnaast krijg je ook nog andere mensen die op een andere manier iets willen verkopen aan de deur, dat je misschien op een gegeven moment denkt van, oh, weer. En de ervaring leert in de omliggende dorpen dat mensen heel veel geven met een Goede Doelenweek. Dus ja, je zou misschien in eerste instantie denken van, dan gaan de mensen misschien juist minder geven, maar het is juist net andersom. Dus wat dat dan gaat, snijdt het mes dan misschien ook heel positief aan beide kanten. Ja. Nou. En hoe moet ik dat zien dan, de Goede Doelenweek? Dan heb je dus één week in het jaar dat dus voor alle goede doelen wordt gecollecteerd. Voordeel is ook dat de gemeente ook maar één keer een vergunning af hoeft te geven. Ja, dus dat scheelt natuurlijk ook een heleboel regelwerk. Je hebt verhoudingsgewijs ook minder vrijwilligers nodig, hè, omdat je natuurlijk ook maar één week er hoeft te doen. Mensen ontvangen een brief in de bus waarmee ze dus aan kunnen geven voor welk goed doel. Want je hoeft niet alle goede doelen te steunen als je dat niet wilt. Nee. Welk goed doel je wilt steunen en hoeveel je daaraan over wilt maken. En dan kun je die brief weer inleveren op verschillende inleverplekken. Of hij wordt weer bij je thuis opgehaald. Dus je hebt nog vrijwilligers nodig, jazeker. Maar een stuk minder dan dat het nu is. Dus dan is mijn hoop en verwachting dat het daardoor gewoon veel beter gaat lopen. Ja, en wat voor organisatie heb je nodig om zoiets te kunnen bewerkstelligen? Nou, je hebt in ieder geval alle coördinatoren van alle goede doelen nodig, hè, die er nu zijn. Die ervoor openstaan om inderdaad met z'n allen die Goede Doelenweek op te willen starten. En dan denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om te leren van de ervaring bij de ons omliggende dorpen. Zij kunnen ons natuurlijk gewoon perfect helpen hoe zij gestart zijn en hoe wij dat op zouden kunnen pakken. Ja, want hoeveel mensen heb je nodig? Ja, ik heb uit Sint Oederode had ik gehoord ongeveer 40 vrijwilligers dat zij daar nodig zijn. Dus voor die ene week in het jaar. Ja. 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 En wat vinden de goede doelen er zelf van? Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat daar niet zo heel erg in heb verdiept. Maar als ik dan hoor dat de opbrengst relatief hoger is dan als iedereen apart gaat lopen, dan lijkt mij dat het alleen maar een positief ervaren kan worden. Ja. Ja. En je hebt dat voorgesteld? Ja, wij hebben tijdens het vragen een half uurtje, tijdens de raadsvergadering een aantal weken geleden, hebben wij er inderdaad vragen over gesteld aan de wethouder. Ja. Ja. En toen? Die stond er heel positief tegenover. Van Nistelrooy, denk ik. De wethouder Van Nistelrooy. Hij had nog nooit van de Goede Doelenweek gehoord. Dus hij had zich er gelijk al een beetje in verdiept. En hij gaf aan, voor de zomer kom ik terug met een opmerking hoe wij misschien als gemeente iets kunnen faciliteren of kunnen ondersteunen. Dat voor de zomer was al binnen 2 weken. Kregen wij dus een reactie dat we graag wilden kijken hoe ze kunnen faciliteren om alle vrijwilligers bij elkaar te krijgen. En dus niet in geld, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar wel van, hoe kunnen we dit misschien op een hele makkelijke en snelle manier voor volgend jaar
oppakken in de gemeente. Ja, de bedoeling is 2025? Of? Ja, dat ik denk dat dat wel... dit jaar kan dat natuurlijk sowieso niet meer. Want er zijn natuurlijk ook heel veel collectes al geweest. En dat is ook wel een utopie natuurlijk. Want je moet eerst alle coördinatoren bij elkaar krijgen. En er zullen een aantal avonden georganiseerd of momenten georganiseerd moeten worden. Er zullen nog wel officiële zaken geregeld moeten worden. En, zoals? Zoals statuten bij een notaris. Het moet allemaal wel goed geregeld worden. Want er komt dan één vergunning voor de hele week? Dan komt er één vergunning voor die hele week collecteren. Als ik nu wil collecteren, moet ik een vergunning aanvragen? Ja, dan moet je een vergunning aanvragen. Ja, dus nu moet er bijvoorbeeld, worden er per jaar, 20 vergunningen aangevraagd. En dan is het er nog maar één. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk een hoop minder werk. Dus zijn het alleen maar voordelen? Of? Ik zie op dit moment denk ik alleen maar voordelen. Ja, ja. Ook vooral ook omdat het ook steeds moeilijker is om vrijwilligers te krijgen. Ik heb toevallig een aantal weken geleden voor de Nierstichting gecollecteerd. En dan kwamen ze gewoon zelfs bij me aan de deur. Bij ons in de straat aan de deur. Om mensen te vragen, wil je alsjeblieft in april collecteren voor de Nierstichting? Want we hebben nog niemand in deze wijk. Dus ik heb toen gezegd, dat wil ik wel heel graag doen. Dat vind ik leuk. Leuk voor een goed doel. Ja. Dus dat vind ik belangrijk dat dat gebeurt. En... Dus dan merk je al wel gewoon hoe moeilijk het is om dat voor elkaar te krijgen. En als je het niet kunt bundelen in één week. Ja, maar je zegt, er zijn er minder vrijwilligers die gaan collecteren voor een goed doel. Is het dan ook puur de vrijwilligheid? Of ook dat mensen denken van, ja, ik heb er geen zin in. Of dat er minder interesse is voor de goede doelen? Nee, ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat het lastiger is om vrijwilligers te vinden. Ik denk dat het überhaupt met alles lastiger is om vrijwilligers te vinden. En dat is dan niet met collecteren, is dat helaas net zo. Nou. Ja. Goede doelen. Jij bent van de Vogels. Volgens mij is de Vogelsbescherming ook een goed doel. Ja, Vogelsbescherming is ook zeker een goed doel. Dat is natuurlijk wel een heel ander tak van sport, zeg maar. Maar wij zijn met de natuurwerkgroep en de vogelwerkgroep is daar een onderdeel van. Vaak op pad. Om vogels te tellen, om vogels te beschermen. Dat doen we eigenlijk vooral voor ons eigen plezier. Oh. He, dus dat proberen. Nou ja, dat vinden we het heel belangrijk. He, we hebben in het verleden ook wel meegedaan aan beschermingsprojecten die toch tot een hoop frustraties hebben geleid. Maar we houden voor onszelf toch altijd als eerste stelregel, we moeten het voor onszelf leuk vinden en we moeten ervan genieten en daarvoor gaan we dan graag... Ja, we zijn vrijwilligers, neem ik aan. Wij zijn vrijwilligers en we doen er best een hoop werk voor. We staan er vaak heel vroeg 's ochtends voor op. Hè. We zijn vaak om 5 uur 's ochtends al ergens in het veld. Of, uit de veren om maar... Uit de veren, ja. Nou ja, dat betekent dus vaak dat je zeg maar 3:30, 4 uur naast je bed staat. En, maar goed, daar krijg je dan ook een hoop voor terug en dan... met allerlei inventarisaties helpen we bijvoorbeeld natuurmonumenten voldoen aan hun verplichtingen in het kader van Natura 2000 subsidies. Hè, daarvoor moeten ze elke 5 jaar hun gebieden op alle soorten, vogels, planten, etc. moeten ze die inventariseren. En wij leveren daar op deze manier een bijdrage aan. Ja, ik wil zo nog meteen terugkomen op de vogels. Vind ik zelf namelijk heel interessant. Natuurlijk werkgroep Boksel. Wat doen jullie allemaal? Onder andere? Ik zit bijvoorbeeld bij de knotploeg. De knotploeg? Geen knokploeg, knot. De knotploeg, oké. Buiten het broedseizoen in de winter gaan wij bomen knotten bij particulieren. Dan wordt eerst geïnventariseerd waar geknot moet worden en hoeveel. En dan krijgen we elke keer oproepen. En knotten is ouderwets snoeien, of niet? Dat is, die knotwilligen. Ken je die? Die eigenlijk naast beetje staan. Ik ga ze leren kennen, want we hebben een filmpje van het... kunnen ze even naar kijken. Oh ja. Ja. Een flinke zaag, hè? Ja. Ja. Okay. Ja, dat is wel leuk, want je hebt dus mensen die dus zagen, maar je hebt ook mensen die het dan klein maken. Nou wordt er aan deze kant... En ondertussen wordt hout hier... Maar zo te zien laat je die af en toe ook wat staan. Ja,
het is heel verschillend. Of je doet drie knotten en je laat er drie staan. Dan doe ik dat niet. Hé, wacht hoor, een moment. Ze zijn er aan het knotten. Ja. Uitgeknot. Uitgeknot. Ja, jij was aan het vertellen? Ja, dat het heel verschillend is. Sommige particulieren willen gewoon dat alles geknot wordt. En sommigen die zeggen wat veel beter. Dus alles geknot, haal je alleen zo'n knot? Ja. Dat is eigenlijk het knotten. Je hebt dan die knot over, zeg ik. Ja. 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 En het is veel beter als je er bijvoorbeeld drie knot, drie laat staan. Want dat is weer goed voor de vogels die erin kunnen broeden. Die dan geteld worden. Ja, ja. Ja. En het is gewoon super gezellig. Want je begint met een werkzaamheid en het maakt niet uit wat je doet. Als je op een gegeven moment daar geen zin meer hebt, dan ga je automatisch iets anders doen. En dan is dat helemaal prima. Hoe bedoel je, ga ik iets anders doen? Ben je aan het knotten? En... Dan maak je iets klein, zoals je het dan zegt, hè, op de grond. Dan zaag je het wat korter. Maar je kunt ook gaan slepen met die takken, als ze ergens naartoe moeten. Dus het is heel afwisselend. Er is niet iemand die zegt, dat moet gebeuren. Het is gewoon heel divers. Oké, okay. En wat doet de werkgroep nog meer? We hebben dan vogels, we hebben wilgen, knotten. De werkgroep doet ook bij de Dommelbimt werkzaamheden. En de Dommelbimt, dat ligt hier bij je achter het Jacobs Roelands Lyceum, aan de Dommel. Ja, dat is ook een stukje volgens mij wijzen die kant op, klopt volgens mij. Ja. En daar zijn heel veel werkzaamheden, heel diverse. Daar worden heggen gevlochten. Op een oude manier zoals ze het vroeger deden. Ja. Ook daar hebben wij een filmpje van. We gaan heggen vlechten. Ja, dat is echt een oud ambacht. Hè, dat, vroeger deden de boeren dat wel om afscheidingen te maken. Afscheidingen te maken. Ja. En dus allerlei... Nu scheiden de boeren zich op een andere manier af. Ja. Ja, dus de bedoeling is uiteraard dat die bomen daarna toch gewoon weer doorgroeien. Hè, en in blad komen en dat op die manier die heg steeds dichter wordt. Ja. En dat is dan tegelijkertijd ook een mooie schouwplaats voor allerlei vogels. Maar ook egeltjes, marters, van alles en nog wat kan daar. Dus dat is wel een hele grote bijdrage aan de biodiversiteit op die manier. Ja. Maar er zijn ook speciale cursussen voor. Ja. Er is echt ook een internationale club, hè, die dat doet. Er zijn wedstrijden. Wedstrijden, heggenvlechten. Wereldkampioenschappen, heggenvlechten. Ja, de Maasorst is daar heb je heel veel van, die heggen natuurlijk. Ja. Dus, ik heb genoeg gezien van het filmpje, maar... maar kampioenschappen, heggenvlechten. Ja. Ja, ik zit me daarin te beelden. Ja, goed. Hè, dus dan is het wie dat het mooiste kan en wie dat het snelste kan. En als je hier in de omgeving, hè, dus een Dommelbimt, daar heb je ze. Maar bij Liemt heb je ook een aantal van die heggen. En ja, in Nederland is het vooral dus langs de Maasduinen en de Maashorst, hè, waar heel veel van die heggen zijn gemaakt. Ja, de natuurwerkgroep wordt op een gegeven moment opgericht. Hoe lang is dat geleden? Oeh, dat is een goede vraag. Ongeveer? 1988. Oké, okay. En hoe gaat dat in zijn werk? Dat oprichten? Ja, wie heeft dat? Geen idee. Nou ja, dat zijn natuurlijk de hele oude mensen die voor een deel ook al ons ontvallen zijn, jammer genoeg natuurlijk. Maar bij de vogelwerkgroep hebben we nog steeds al een aantal mensen van het eerste uur die echt al sinds die tijd meedoen en... Ja, voor zover ze nog fit genoeg zijn, ook nog elke keer meegaan het veld in. Ja. En
met een moeilijk woord, ornitholoog, kan ik jullie zo noemen, de vogel? Ja, wij proberen dat nog altijd een beetje te vermijden dat het te wetenschappelijk wordt. Hè. Wij zeggen ook altijd, het is geen rocket science, het moet niet helemaal vastgepind worden. Het gaat uiteindelijk ook om wat je meemaakt, wat je ziet en om daarvan te genieten. We zijn ook meestal niet van die mensen die echt puur uit zijn op de bijzondere soorten, maar toch vaak ook meer genieten van het gedrag van die vogels. En je hebt sowieso natuurlijk in de loop van het voorjaar komen al die vogels één voor één weer uit het zuiden aan. Het begint met de tjiftjaf en dan de zwartkop en de tuinfluiter en de bonte vliegenvanger. En nou ja, we zitten nou nog een beetje... Is dat jou iets, de tjiftjaf? De bon... Ik wou net zeggen, ik leer nog iets hier. Ja. Nou, de tjiftjaf, dat is de eerste die je altijd kunt leren, want die zegt zijn eigen naam. Ja. Ja, bijna net zo moeilijk als de koekoek. Ja. Maar goed, je hebt uiteindelijk natuurlijk best wel een hoop kennis nodig om die vogels te kunnen inventariseren bijvoorbeeld. Hm. En dat is ook iets wat in het voorjaar natuurlijk zich voortzet. Zodra de blaadjes aan de bomen komen, dan zie je natuurlijk weinig meer van die vogels. Dus dan lopen wij op de Campina en dan is het echt puur op het geluid dat je de vogels moet herkennen. Dus als ik een vogelgeluid zou laten horen, dan helaas heb ik niet voor haar. Zeg jij van... Hij dat weet is... het. Nou, van de lokale vogels. Ja, die kennen wij allemaal, ja. Okay. En dat... We hebben daar ook wel cursussen voor. Hè. Ik geef zelf ook zo'n cursus in Oosterwijk. Waar je dan zeg maar in de loop van een half jaar een stuk of 40 verschillende geluiden leert. En dat is voor veel mensen is dat toch al een soort eye-opener. Hè, dat je op die manier echt vogels kunt herkennen. Hè, veel mensen hebben nog niet het besef dat elke vogel ook echt een ander geluid maakt. Ja. Hè, die hebben het idee dat al die vogels al die geluiden maken. Maar als je dus vertelt van nee, het is echt één geluid, het is één soort vogel. En op die manier kun je dus al die soorten vogels uit elkaar... Als je die geluiden maar uit elkaar kunt houden, wat op zich soms wel best wel ingewikkeld is. Hè? Het is een enorm orkest van geluiden. Heel ingewikkeld. En de kunst is op een gegeven moment ook om alle bekende vogelgeluiden eruit te filteren en dan net die ene bijzondere eruit te halen. Zoals? Nou ja, zoals hè, bijvoorbeeld wat veel mensen moeilijk vinden is de gekraagde roodstaart. De gekraagde roodstaart? De gekraagde roodstaart. Dat vind ik ook heel moeilijk te herkennen. Ja, als je hem ziet is het een heel mooi vogeltje. Ik denk dat hij een beetje gekraagd is. Nou. En een rood staartje heeft. Hij heeft een rood staartje. Het is bijna overwegend zwart, maar met een mooie rode borst en een zwarte kop. Met een heel mooi zilveren randje zo boven zijn ogen. En wij zeggen dan dat het geluid is een beetje huututut. Iedereen denkt dan van huututut. Maar ja, als je dat één keer hoort, dan moet het een beetje in je oren hebben, in je oren krijgen. Dan kun je hem dus toch ook tussen al die andere geluiden kun je die eruit halen. En als je dat één keer door hebt, dan kom je op de Campina en dan hoor je hem hier, hoor je hem daar, hoor je hem hier, hoor je hem daar. En dan blijken er vaak veel meer te zitten dan je denkt. Ja. En dat maakt het ook leuk, hè? Dat je zoveel meer thuis kunt brengen aan die hele cacophonie van geluiden. Interessant. Ik wil er zo meteen nog even op terugkomen. Ja. Zijn wij een beetje goede doelengevers? Goede doelengevers? Gullen zijn wij, ik zal het anders zeggen, zijn wij een beetje gullen goede doelen geven? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat het ook wel afhankelijk is van welk goed doel het is. Maar dat is natuurlijk ook wel logisch. Hè? Want je hebt voor het ene goede doel, als heb je misschien meer binding mee of ervaring mee dan met een ander goed doel. Maar ik denk over het algemeen wel, ja. Ja. Maar dus dan, wat jij wil gaan doen is toch wel heel iets anders dan zo'n rammelende collectebus waar je een paar stuivers in doet. Ja, uiteindelijk. Want ik wel. Neem aan dat het dan allemaal digitaal gaat. Ook, dan gaat het digitaal. Ja. Dus dan kun je zelf zeg maar een soort lijstje invullen van ik wil zoveel euro. Ik wil aan de Hartstichting zoveel geven en ik wil aan de Nierstichting zoveel geven. En daar wil ik niks aan geven. Maar vinden de mensen het dan niet een beetje cool worden? Want dat... Ik moet zeggen, als ik iemand aan de deur krijg, dan waar die ook voor komt, heb ik altijd al het idee van, die doet al zoveel moeite. Ja, ik ook. Daar moet op zijn minst een euro of twee euro in. Ja. Je bent makkelijk te verleiden. Ik heb zelf ook wel eens gecollecteerd voor natuurmonumenten. Die hadden op een gegeven moment het idee van, als wij met een collectebus rondgaan, halen we nog wat extra geld op. Ja.
Maar daar zijn ze er maar mee opgehouden, want ik kreeg daar zelf ook heel veel commentaar bij van ja, maar ik ben al lid of ik geef al zoveel. En dat is natuurlijk met veel dingen ook, noemen we zo'n hartstichting, die hebben ook allerlei andere manieren om fondsen te verzamelen. Dus dan heb je ook regelmatig dat je zegt van ja, maar ik geef al aan de hartstichting. Ja, dat klopt. Dat is misschien door zo'n benadering dan wel te voorkomen. Dat je kunt zeggen van ja, de hartstichting, ja, daar geef ik al aan. Dus dan hoef ik in zo'n collecte weten. Dus een beetje jeugd heeft de toekomst met de moderne dingen. Maar hoe wordt dat nou bijvoorbeeld afgeschreven? Hoe werkt dat dan? Als je dat digitaal doet, dan is er een bepaalde partij die dat regelt? Ja, dat wordt dan inderdaad geregeld, ja. Ja, daarom moet je natuurlijk ook, moet je dat ook allemaal notarieel vastleggen natuurlijk ook, hè. Dat het allemaal gewoon ook op net een goede manier gebeurt. Dus dat wordt dan inderdaad allemaal dan eenmalig dan inderdaad van de rekening afgeschreven. Ja. En dan moet elke goede doel moet dan zijn eigen geld krijgen, zeg maar. Ja. Dus dat moet je administratief kloppen, ja. Dat moet dan ook goed kloppen, uiteraard. Dan vraag me af. Of die goede doelen er ook zo blij mee zijn, maar jij zegt van wel. Nou ja, als je hoort dat bijvoorbeeld in Sint-Oederode, dat bijvoorbeeld de opbrengst gewoon veel hoger is nu met de Goede Doelenweek, in plaats van dat alles apart gecollecteerd werd, dan kan je als goede doel toch niet anders zijn dan daar blij mee zijn. He, want dan komt er gewoon meer geld, wordt er dus meer geld opgehaald. Ja. Hoe wordt er gereageerd in de politiek op jouw voorstel? Nou, ik heb van de andere politieke partijen heb ik daar geen reactie op gehad. Maar ik vond wel dat de wethouder, de wethouder van Nistelrooy, die was gelijk al heel positief. Vond ik heel fijn. En ook dat er ook al zo snel, ze hebben zelf contact gezocht met Schijndel. Dus dat daar ook gelijk actie op werd ondernomen. Denk ik, dat nemen ze dus echt wel heel serieus en positief op. Dus dat vond ik heel prettig. En wat is actie ondernemen? Bellen ze op de Schijndel van, hey, hoe gaat dat bij jullie? Hoe werkt het? Ja, ze hebben inderdaad gebeld van, goh, hoe gaat het bij jullie? En kunnen wij van jullie leren? Nou, die zeiden in Schijndel ook gelijk van, dat is prima. Wij willen, als jullie dat willen, als de coördinatoren dat willen, want wij kunnen het verzinnen natuurlijk, maar de coördinatoren moeten natuurlijk ook, van alle goede doelen moeten natuurlijk zeker willen. Dat is het allerbelangrijkste. En dan willen ze daar gewoon onze informatie geven en vertellen van hoe zij het gedaan hebben en aangepakt hebben. Ja. Ik heb even op zitten zoeken, maar de gemiddelde Nederlander geeft ongeveer 150 euro per jaar. Mm-hmm. Dat vind ik best veel. Dat vind ik ook veel. Ja. Nou. En dat doen ze dan ook één keer in de week? Nee, dus één week per jaar. Één keer per jaar. Dus geven ze dan 150 euro. Nou, ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die al automatisch een goed doel steunen. Als deze week nou doorgaat. Kijk, ik liep 2 weken geleden door de winkelstraat in Boksel. Dan kom ik een dame tegen van Jantje Beton. Mm-hmm. Kijkt mij met de blauwe ogen aan en zegt, meneer, heeft u even tijd? En voor ik het weet zit ik in de auto en denk, shit, ik ben elke maand, ik ga elke maand een tientje. Ik ben niet tegen Jantje Beton, maar dan denk ik, ja, ik wil erover na kunnen denken op mijn gemak. Ik wil zelf Maar dat gaat wel door, dat mensen jou in de dorp aanblijven. Of gaan die ook in die week collecteren? Nee, dat is dus iets wat dus wel doorgaat. Ja. En dat is dan ook inderdaad dat ze dus inderdaad gaan vragen. Hè, die mensen vragen echt of je elke maand een x-bedrag over wil maken. Ja. En als je collecteert voor Hartstichting, Nierstichting, KWF, dan is het een eenmalige donatie die je doet. Ja, maar die zouden dan ook gewoon in het dorp kunnen gaan staan namens de Hartstichting uiteindelijk weer, toch? Dat je zo dan... Ja, dat kan natuurlijk altijd, hè, als je dat zou willen, maar... Ja. Ja. Ik denk ook dat de vrijwilligers steeds ouder worden. En dat je daarom ook steeds minder mensen vindt. Ja. Want de jongeren die gaan niet met de collectebus langs de deur, denk ik. Dat klopt. Nee. Ja. Maar Jantje Beton waren wel drie jongeren. Daarom. Ik vind dat vaak een beetje dubieus betaald. In die zin dat die daarvoor betaald krijgen. Dat zijn vaak studenten die daarvoor betaald worden. Ja. En, dat is een bijbaantje. Ja, dat is een bijbaantje. Ja. Daar heb ik altijd een beetje... Daar heb ik niet dat medelijden mee wat ik met goedwillende buurvrouw heb die de rondje doet. Maar dan krijg je uiteindelijk ook de discussie dat de directeuren van de Goede Doelen... Ja, die verdienen ook een flinke smak met geld. Ja. Ik denk terecht, want die moet iemand hebben die er verstand van heeft aan het hoofd. Ja, maar veel mensen zeggen ook, ja, geef aan het goede doel en moet je kijken wat die mevrouw of meneer krijgt. Klopt. Ja, dat is inderdaad zo. Maar inderdaad, die mevrouw of meneer moet wel die organisatie draaiende houden. En die heeft ook een hele grote verantwoordelijkheid, precies. Ja, dus ik denk dat wij ons daar wel ook in vergissen. Wat voor verantwoording. Ja, misschien wel goed om even te melden gewoon. Ja. Mensen met verstand van zaken moeten aan het roer staan, toch? Ja, dat klopt. Ja, zeker weten. Ja.
Dus vaak zijn het best grote bedrijven, hè? Hele goede doelenorganisatie. Goed, ik... Ja. Mario, ik wil nog even terug bij jou. We hebben het over knotten gehad, maar doe je nog meer of ben je de knotkoningin van de werkgroep? Nee, bij de Dommelbimt ben ik heel vaak bezig met de bosmaaier. In de pool, buiten de pool, langs heggetjes waaronder het gras weggehaald moet worden. Ja. Ik heb van de knotploeg mocht ik mijn kettingzaag brevet halen. Oh, dus jij zaagt ook ketting? Of krijg je dat zo? Nee, maar ik kettingzaag. Kettingzaag, ik mag hout zagen. Ja, maar dat is geen flauwekul, toch? Nee. En dat is ook wel een serieuze opleiding. Want als je ziet wat er allemaal kan gebeuren, dan moet je goed. Heb je al je vingers nog? Ik heb alles nog. Maar ik ben ook helemaal beschermd. Ja, ik hoorde van een van jouw collega's dat jij een aanpakker bent. Ja, dat klopt. Dat ben ik. En hoe moet ik alles? Zien? Ja, niks is te veel. En heel af en toe moet ik het aan de mannen overlaten. Maar dat is eigenlijk mijn eer te na. Dus ja. Ik wil eigenlijk net zo meeschouwen en meedoen als de mannen. Ja, we hebben hier nog een stofzuiger staan. Nee, dat maakt niet. Nee. Maar onzin, maar die heb je nodig, zulke mensen, toch? Ja. En ik hoop ook dat er meer vrouwen komen. Aha. Bij het knotten ben ik de enigste vrouw. Ik zag net ook veel mannen. Nee, bij de Dommelbimt zijn er meerdere vrouwen. Ja. En daar is ook veel diverser werk, dus dan kan iedereen een beetje uitzoeken wat hij graag wil doen. Ja. En dan wordt er al gezegd, dan moet iemand met de bosmaaier en dan kijken ze mij al aan. Ja, dus eigenlijk een soort oproep voor meer vrouwen. Ja, hoe is het bij de zeer zeker. Nou, wij hebben gelukkig best wel een behoorlijk aantal dames erbij. En ik vind het sowieso in gemengde teams, dat is toch vaak extra gezellig. Dat heeft toch ook wel vaak een beetje invloed op de sfeer. Ja. Waar is nou jouw... Dat je zegt, vangst? Nee, jouw meest bijzondere vogel die jij gespot hebt? Als je natuurlijk in Nederland hier op de Campina bent, dan is een klap extra in de winter. Hè, die zijn leuk, daar gaan we altijd speciaal voor op pad. En sinds een aantal jaren hebben we hier bijvoorbeeld de grauwe klauwier. En dat is ook een heel mooi vogeltje die in 2010, dat was toen wel een heel apart verhaal, door de gemeente Bokstel als een soort ambassadeurssoort is benoemd voor de biodiversiteit. 2010 was het jaar van de biodiversiteit. Elke gemeente werd toen gevraagd om een soort gidssoort, een soort ambassadeurssoort daarvoor te benoemen. En tot ieder stomme verbazing noemde Bokstel toen de grauwe klauwier als een gidssoort. Terwijl die was hier in geen 50 jaar gezien. Okay. En verdraaid, hetzelfde jaar zat hij er. Hè, bij de Soepedonken daar, langs de Koevoortseweg. En heel Nederland kwam daar met telelenzen en toeters kwam naartoe om te kijken. Ja. Dat zijn gewoon hele leuke dingen. En ik moet eerlijk zeggen dat wij, en dat is ook, geldt ook voor de meeste mensen bij onze vogelwerkgroep, nou niet van die echte soorten jagers zijn, van die twitchers. Twitchers, hè, dat zijn mensen die is echt, als er dan ergens in Nederland een soort genoemd wordt, of dat nou bij de... Gierende banden. Gierende banden, piepende remmen en dan moet dat beest op de foto. Daar zijn we niet van. Dus in die zin vind ik altijd nog een ijsvogeltje een hele grote bijzonderheid. Ja. En dan wil ik het even over een ijsvogeltje. Ja, ik wil heel mijn leven al een ijsvogel zien. En steeds, ik hoor van mensen die vliegen zelf door de straten in Utrecht. Ja. Hoe Amsterdam. Hoe krijg ik nou een ijsvogel te zien? Nou, je hebt natuurlijk een bepaalde biotoop daarvoor nodig. Hè, maar dat begint al hier bij de Dommel. Ja, de Dommel bedoel. Ja. Dat begint al hier bij de Dommel. We hebben bijvoorbeeld in januari hier een telling gedaan van watervogels. En dan kwamen we daar langs Oost tot twee keer een ijsvogel tegen. Oké, dus ik kan een keer met jou mee? Ja, zeg ik een keer mee, dacht ik ook al. Dat is dus iets wat je als vogelaar, uit je hoofd moet zetten. Dus ik mag niet mee? Je mag wel mee, maar je moet dus niet denken dat je dan een ijsvogel ziet. Nee. Maar wij zeggen altijd van je krijgt altijd een cadeautje, altijd een beloning. Maar heel vaak is het zo, als je op pad gaat voor de ijsvogel, dan zie je iets... Nou, dan gaan we op pad voor de geelgors.
Precies, dat kan. Komen we ja. Als bijvangst de ijsvogel tegen, zo? Ja. Nou, ik had laatst een DHN-excursie en dan ging ik mee. En dan had ik de kleine bontspecht. Ja. En dat was voor mij ook de eerste keer dat ik hem zag. Dat is dan net zoiets als een ijsvogel voor jou. Ja. Ik ga vaak met Frans Kapteins op pad met boksen natuurlijk. Ah, ja. We hebben alles gezien. Ja. Maar nog geen ijsvogel. Ja, nee, oké. Okay. Maar goed, Frans Kapteins is natuurlijk een uitermate kundig en hoe zeg je dat? Persoon die echt heel veel van de natuur weet. Ja. Maar ja, die heeft die vogels ook niet aan een touwtje. Nee. Hè, die weet echt wel waar ze zitten, die weet echt wel waar je kunt verwachten. Wat wij wel altijd zeggen is van, het helpt als je het geluid kent. Ja. Ken je het geluid van een ijsvogel? Ja. Kun je het even... Nou ja, dit is een hoge piep, hè. Tjie, tjie, tjie. En vaak, als ze met jongen vliegen, dan hoor je een heleboel gepiep. Dus mensen als een tweet, tweet, tweet hoort, bel naar mij. Ja, ik ben namelijk de ijsvogel. We zijn er doorheen. Ik wil iedereen bedanken. Dankjewel. En veel succes. Ik hoop dat je er komt. De goede doelenweek. Ik ook. Dat je nog veel vogels mag zien. Bijzondere vogels. En nog flink mag knotten. Ja, dankjewel. Met de nieuwe dames. Ik dank jullie. Ja. En tot dankjewel. De volgende keer, kijkers. Dag.